Yo, dames en heren, mijn naam is... It doesn't matter who I am. What matters is my plan. En welkom terug bij een nieuwe Thief! Duimpje trouwens omhoog als je die referentie snapte, want alleen coole mensen snappen die referentie. In ieder geval, welkom terug. Het is aan ons de taak om daar naar beneden te gaan. Zoals jullie weten, in de laatste twee afleveringen heeft dit spelletje een beetje naar een wending genomen. Ik heb nu ook het geluid harder gezet voor jullie, zodat jullie daadwerkelijk ook horen wat ik hoor. Dus dan kunnen jullie eigenlijk ook aan het einde van deze aflevering gewoon in je broek poepen en broek verschonen en broek dergelijke en broekpraktijken. God, wat verheug ik me er niet op om door deze deur heen te gaan. YOLO. Hallo? Oké, vogels. Oké, deur dicht. Ah, die vogels, daar schrok ik helemaal niet zo erg van. Dat was best fijn. Oké, wil diegene daar even niet zo'n zootje van maken, alsjeblieft? Dank u wel. Alright, spring op de balk. En spring door. Ik ben lichtelijk verontrust. Want er gaat gegarandeerd iets gebeuren wat mij niet bevalt. Maar hé, daar heb ik weinig invloed op. Zie, senor. I want. Ik wil het glinsterende ding, maar ik weet niet of dat zo... Wow, that was fucking stupid. Nee, ik had niet verwacht dat ik daar dood zou vallen. Want elk normaal mens zou natuurlijk gewoon rennen, doorspringen en gewoon uiteindelijk die ladder halen. Maar Garrett niet. Garrett is bijzonder. Maar uiteindelijk hebben we de sprong alsnog gehaald. Oké, wat gebeurt er als ik hierop druk? Oké. Nope. Er gebeurt niks. Weet je wat? Fuck die vergrootglas. Wij gaan gewoon verder. Het is al eng genoeg. Stel dat ik dan ook nog naar beneden zou moeten gaan. Dus wie denk je wel niet dat ik ben? Find room 3F. En er zijn overal kijkgaatjes. Nou, dank je wel, spel. Fuck you. Ik ga die kijkgaatjes... They're hurting me. There's too much pain. So much pain. Oké, maar wie doet jou pijn? Ja, maar hier ga ik even gebruik van maken, uiteraard. Hoho. Hoho, even het shirt goed doen hoor. Uiteraard, ik bedoel fucking... Wie doet haar pijn? En... Waarom zijn er overal kijkgaatjes? Dat is gewoon vragen om moeilijkheden. Dat is gewoon vragen om... Is dit olie? It's olie, is het niet? Heb ik iets van een vuurpijl? Vuurpijl? Is dit een spark? Dit is een vuurpijl. Oké, jongens. Laten we die tenminste onthouden. Zeg, wil de patiënt in 3E even niet zo veel geluid maken, alstublieft? Ah, jongens, hier heb ik gewoon geen zin in. These doors need power. There's probably a generator down here somewhere. Oké. Find and start the power generator. Oh ja, want dat is fijn. Dat doen we graag. Nee, dat zijn leugens. Dat doe ik totaal niet graag. Wat is dat? Geld. Waarom ligt er overal glas? Weet je wat? Fuck dat glas. Ik ging er gewoon even sneller overheen. Ha was het. Oké. Zo. Oké, die deed niks. Duidelijke taal. Picklock. Nee, andere keer. Oké, als dit serieus olie is, ik wil mijn pijl er nog niet aan verspillen. Maar als het olie is, dan kunnen we dat in ons voordeel gebruiken. Waarom ligt er overal food? Gaat er zo direct een... Oké, ik speel al jaren spelletjes, hè? Jaren. Dus ik weet een beetje hoe een spelletje werkt. Als er overal in het spel food ligt, of in een ander schietspel heel wat ammunitie, dus kogels... Gegarandeerd dat je dat nodig zal hebben. Want ze plaatsen het niet voor niks. Let maar op. Ja, we zullen het gegarandeerd nodig hebben. Olie, vuurpijlen. Jumpscares. Fuck me. Ik wil de deur door, maar... Oké, jumpscare. Nou,
Wat? Oké, even in de kast zitten. Oké. Oké, is dit dus de generator room? Find and start the power generator. Oké. Welke is de... Oh. Dat ik die heb kunnen missen. Wow. Haha. God said, let there be light. And there was light. Oké, dat is... spul. Oh, natuurlijk. Natuurlijk. Het poortje is dicht gedaan. En dan moeten we... Oké, wil de persoon in 3E even serieus even rustig aandoen? Want dat is zo... niet cool. Shit, gaan nu alle deuren open? Ik ga even wat meer hier staan. Als je het niet erg vindt. Oh my god! De deur ging weliswaar open. Oké, papiertje. Sensory deprivation. Sensory deprivation. The doors are remain closed at all times while the room is occupied. Removal from the blah 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 blah. Oké. Is er iemand? Ik schiet een pijl door je hoofd heen. Oh. Oké. Is niemand hier. Mooi. Nice. I like it. Oh, kijk. Dat is de doorgang. Oké. Alles tot dusverre is... De syringe. We hebben hem. Eindelijk. Wow. Haal me uit de stoel. Don't show him you're scared. Don't let him see you lose control. Wie? I wanted to stop him. I wanted to save myself, but they won't let me wake up. I need the primal out of the girl now, but do not let her die. No matter the cost. You understand the fear, don't you, Garrett? The fear of being trapped, of being used. Quickly! She's corrupting it! See? Oh, I ruin everything. Nee, prik dat ding niet in me. It must be controlled. Ah, hij gaat in me prikken. No! Wauw, ook gewoon letterlijk in mijn oog. I'll take her back down to the prison level. Kan iemand het rook weghalen? I thought you died. But it was worse. You did steal the primal that night. Now the Baron wants it back. Ik hoorde iets. Piercing the veil, blah 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 blah. They spoke about the prison level. Looks like I'm going even deeper. Oh, what? Hole. Oh, what? Schiet een pijl in zijn oogbal. Bam! Ah, dat viel nog relatief mee. Dat was waarschijnlijk de persoon uit kamer 3E. Lullo, dat je er bent. Hallo? Oké, die pijpgeluiden zijn lichtelijk verontrustend. Gelieve dat niet meer te doen. Jezus, wat is hier gaande? Ze hebben wel veel vergrootglazen, moet ik zeggen. Maar, altijd fijn. Oké, eens even kijken. Ik kan hier gewoon doorheen. Maar ik zie hier zeg maar ook een doorgang. Fuck it. Hallo? Zal dit dan een soort van veilige manier zijn of zo? I don't know, weet je. Ik bedoel, gegarandeerd dat het... Oh, wat is dit? Houd je harses, ik haal een pijl door je hoofd heen. Kablam! Ik ben de domineerder. Ik schiet pijl... Oh. Oké. Hey. Maar wat gebeurt er dan?
Oh, wat is dat? Haha, vergrootglas. Oké. Laten we het veilig aanpakken. Changed down there. They changed in the dark. Voorzichtig. Need to stop the shadows from spreading. Waarom hebben ze allemaal slaastokken? Ook al was dat niet mogelijk, want hij was eerst gehurkt en opeens stond hij. Anatomisch onmogelijk. Oké, die muziek, dat bevalt me niet helemaal. Maar het is me tot nu toe gelukt om er veilig doorheen te komen. Ik heb de situatie op het moment onder controle. Dat is best fijn. Dat is best fijn. Maar ja, zoals ik zei, dat is op het moment. Wat is dat rechtsbovenin? Oh, dat is een pijl. Oké. Ja, tijd om terug te gaan. Rustig aan. Zodat wij de situatie onder controle hebben. Hallo? Excuse me, wat is dat geluid? Wat is dat geluid? Ik heb pijl en boog, jij vlegel. Zit er iemand in? Zit er iemand achter me? Oeh, krassen op de deur. Oké, daar ben ik niet zo tevreden over. Wat een vandalisme. Oké, er zit niemand in de lift. Moet ik die shit picklocken? Are you kidding me? Ik vind het niet fijn zo'n tunnelvisie op die shit te hebben. Maar vooruit. Oké, kan ik hier aangevallen worden? Het ziet er niet naar uit. Ik ben even veilig. Het gaat goed. Tot nu toe gaat het nog goed. Tot nu toe. Hè? We moeten wel correct blijven. Straks gaat het fout. Waarom ging ik trouwens naar beneden? Moest ik niet trouwens omhoog? Is dit een oeps? Nee, geen oeps. Objective geeft iets anders aan. Oké, welke deur gaat dus direct open? Duidelijke taal. Old prison stairwell. Het is pittig donker hier, jongens. Zeg ik zo even, yes. Het is pittig donker, ja. Oké, deze deur doet niks. Wat is deze? Fire arrows. Oké. Misschien dat ik die nodig heb. Oké, daar was de fucking... Daar was Gollum weer. Gollum. Waar zijn mijn vuurarrows? Ja, dit is fucking olie, hè? Het is fucking olie, toch? Of is het gewoon fucking water? Kijk, ik voel me niet echt op mijn gemak... wetend dat Gollum in aanwezigheid is. Het is lichtelijk, zoals ik zei, verontrustend. Oh my god. Gelukkig heeft het... Oh, wacht, daar is hij. Gollum. Het was echt een golem, alleen al wat langer, joh. Wacht, Gollum, kom terug. Ik heb een pijl voor je. Oeh, wat is dit? Oh, wat? Open the journal to upgrade... Ik heb een focus point. Ey. Ik wist helemaal niet dat ze dit... Ik heb er acht. Oké. Jongens, wat zullen wij doen? Oh, nee, wacht. Ik heb er 3. We zijn gewoon 8 available. Ja, oké, duidelijk. Cool. Gollum, bedankt voor de focus point. Ik neem dit muntje trouwens ook even mee. Alleen, what the fuck? What the fuck? Oké, kennen jullie Steve Irwin nog? Hoe die ook mag heten. Exact. Was Aaron really held down here? Oké, serieus, dat is toch niet mogelijk? Hij liep hier naartoe en hij fucking verdween. Die shit is niet mogelijk. Ik zeg je, die ding is niet mogelijk. God, man. Hij liep gewoon te chillen hier zo, deze kant. En opeens, weg. Nah. Dat vind ik wel vreemd hoor. Oh. Even de laadjes openen voor het geval er nog geld in zit of dergelijke. Nou kijk, een syringe. Die nemen we graag mee. Wat doet deze knop?
Die maakt alles donker. Kijk, wij houden wel een beetje van het donker. Maar ik ben bang. Bang. Niet bang. Ik ben bang. I've seen my share of prisons in the city. Dat onze grote vriend Gollum dat ook best fijn vindt. Ik denk dat ik hem hoorde. Wel, laat ik even de omgeving in mij opnemen. Alright. Let's go. Oké, Gollum is hier. Daar al. Zie je hem? Verderop. Kijk, zal ik proberen gewoon een pijl op hem te schieten? Surprise, motherfucker! Nu is hij naar mij op zoek. Laat het kat-en-muisspel beginnen. Yes! If you're good at something, never do it for free. Never do it for free, I tell you. I tell you, you son of a bitch! Oké, jij doet wel erg. Kut! Ze zijn vele malen sterker dan dat ik had verwacht. Ah, dat is best wel kut. Dat is best wel kut. Oké, dus dat betekent dat we ze eigenlijk gewoon sowieso moeten vermijden. In ieder geval, dan gaan wij verder in de volgende aflevering. Tot nu toe, ik wil je bedanken voor het kijken. Vond je een leuke video? Mag je dat uiteraard belonen met een duimpje omhoog. En dan zie ik jou graag terug bij de volgende aflevering van Thief. Elke maandag, woensdag en vrijdag om 8 uur op dagelijkse ree. Tot de volgende keer.